Hey, hallo. Ken je Jan Bruin? Nou, ik ook niet, maar degene die op Willow woonde vroeger, dat moet echt een complete eikel zijn geweest, want hij wilde echt niet meewerken tijdens dit potje. Kijk maar. Dus, IMF, een kaarsje uitblazen en een loopje door het zout. Voor Jan Bruin. En hij zit weer in de garage, mooi. Hallo? Ja, dat snap ik. Kan ook inderdaad veel zijn. Geen turret, wel een hiding in de woonkamer. Hebben we een spiegel? Nee. Hebben we een... Nee. Oké. Okay. Hier hebben we nog een hiding spot. Nice. Hello? Any ghost here? Hallo meneer Voodoodle. Flat. I'll be back. Oh, hallo. What the frick? Wraith? Het zou een IMF-5 moeten zijn. Dat was een hele gekke. Ja, moet je wel opschieten, anders bestaat de Silent niet meer, hè? Die is bijna weg. Ah, de boom. Mag ik dan aannemen dat je hier zit? Of was dit echt een heel naar grapje? Ik doe het even met een thermometer. Zal mij benieuwen waar die dan zit. Ik wil zeggen, dat was wel heel apart. Hallo. Voel je je oké? Waarom ga je dan naar de 9? Nope. Het is wel waarom is het zo koud in huis? Nope. Garage. Staat toch aan? Ja, ik had hem aangezet. Waarom zit hij overal zo'n lage temperatuur dan, joh? Oh, here we go. Hallo. Found you. Er zit een geest in de kelder. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Where are you? Are you close? Are you far? Where are you? Where are you? Are you pizza? Ja, je bent helemaal niks. Je doet wel een deurtje aanraken. Die hoorde ik, Shaki.
Dus die pakken we even mee. Als ik dat nog red. Hallo, dichter. Yes. Dat was deze. Oeh, IMF-5. Lekker. Maar geen... Oh, dat is zo heel gemeen. IMF-5. Licht uit. Geen Oni. Oh, die zucht echt blijft toch een vervelend ding. Oké, wat wil ik nog meer hebben? Een camera en een boekje. En een beetje zout misschien. Geen vriezing nog gezien. Die. Oh ja, de candle. Die kan ik ook wel meenemen. Oh, shit. Kak. Zet hem eens neer. Hij brandt. Dan mag jij... Jezus, wat doe je allemaal delen? Ja. En die graag. Thank you very much. Waar heb ik koek? Geen idee wat mijn sanity is trouwens. Netjes opgelet weer. Maar het is overrated, as we all know. Dus waarom zouden we het dan ook gebruiken? Een orb. Fijn. Ja, dat is een... Oh, een Raichu of een Obake. Het is allebei... Ja, dat weet ik nog niet precies. Ik moet even kijken wanneer dat handig is. Ik denk woensdag. Als ik, ik denk woensdag. Dat ik weer verder ga met streven. Want die wil ik wel echt afmaken. Want ik vind het wel echt leuk. Zout. Wat is mijn sanity? Oh, die is nog hoog genoeg. Ja, het is echt een mooi spel om naar te kijken, inderdaad. Mooie... Oh, kak. Uh-oh. Is dit een Deo? Maar dat kan niet natuurlijk. Het is een Raichu. Hij moet nog door het zout lopen, dus... wat ga ik dan... Ik moet even een pilletje slikken. Ja! Terwijl ik heb al twee evidence, ik weet eigenlijk al wat het is. En toch zit je in de stress als zo'n ding met zo'n hoge snelheid. Early hunters. Fuckers. Nou ja, in ieder geval weten we in ieder geval zeker wat het is. Het was wel even billen knijpen, ja. Dat is zo'n raar loopje. Mega snelle footsteps. Nou, loop er maar doorheen dan. Als je nou ook nog even de kaars uitblaast, of ben je verhuisd? Verhuisd. Waarom blaas je dan de kaars niet, hè? Is dat zo lastig? Thank you!
Huppakee. Nou moet je wel nog even die kaars uitblazen eigenlijk, vriend. Komt er weer een zucht? Nee. Je wil mijn sanity omlaag halen, hè, ettertje? Misschien moest ik maar eens een smutje meenemen als hij zo vies snel is. Het is geen aardig mannetje. Of het is natuurlijk Jan Bruin. Zagrijnige Jan Bruin. Dan wil ik graag die. En de aansteker had ik hier neergejiet. Zo. Waarom blaas je die kaas niet uit, Jan? Kom op. Hoe gemeen. Ja. Boe, Jan. Boe. Boe, Jan. Ja, dank je dat je daar... Heb je nou die kaas uitgeblazen? Ja. Maar net al. Jezus. Ah, tot. Goh. Nou, we wisten het al. Maar het werd in ieder geval 100% bevestigd gekregen. Dat Jan Bruin een Raiju is. Als Jan nou ook nog even de kaars uitblaast, dan zijn we helemaal klaar. Kom op, Jan. Je kan het. Nee, die liggen hier al niet meer. Dat is jammer. Wat ik nog wel kan doen, is nog een keer zout gooien. Ik heb er nog eentje over. Ja, je zag hem zeker lopen. Jan ging dik door de dots, hoor. En hoe ook. Nou, kom op, kerel. Blaas de kaars uit. Dan kunnen we naar huis. Mijn tijd is kostbaar, Jan. Kom op. Ja. Hop, daar ging hij weer. Dus je loopt wel door de dots, maar niet door het zout wat ernaast ligt. Wat een hond ben jij. En daarnaast staat ook nog een kaars naast de dots. Maar nee, niet uitblazen. Ik blaas die kaas niet uit. Dat doe je lekker zelf maar. Hop, ging hij weer. Tjoef. Zoomies. Jan doet dikke zoomies. Ja, Jan is echt aan het naaien gewoon. Dat ook, ja. Echt, haha. Ik kan wel door jou heen lopen, maar niet door het zout. Zak. Janus. Dankjewel, Jan. Ik hou het voor gezien. Dank, man. Jan. Dan maar niet nog 2 extra foto's. Doei, doei, Jan. Nou, deze weten we in ieder geval 100% zeker. Dat scheelt. Toch weer $10 extra.